En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom weer bij een gloednieuwe Formule 1 video hier op dit kanaal. Met vandaag de Grand Prix van Spanje in het vooruitzicht. Doen we wat updates aan het chassis, want we merken dat Mercedes ons in de nek gaat hijgen. En we keken dan nog naar wat verdere updates. Maar ja, alles is nu natuurlijk enorm duur. Aangezien Red Bull natuurlijk alles al fully heeft bijna gemaximized. Oké, welkom op ronde 4 van het wereldkampioenschap Formule 1. We beginnen aan de vrije training. Hier in het prachtige Spanje, Barcelona-Catalunya circuit. Waar wij dus beginnen aan de vrije training. En we hebben dan een opvallend moment voordat we onze eerste run ingaan. We spinnen er bijna af, maar we weten de auto echt geweldig te houden. En ja, dan kunnen we gewoon zonder zorgen ons rondje in. Hier had ik even hartslag 180. Oké, dan beginnen we eigenlijk aan ons rondje. Zoals jullie zagen, best wel wat stuuruitslag in die chicane. Ja, dat gaat gewoon nog steeds niet erg lekker. 1.19.2. Is ook de eerste tijd 50, duizendste achter die van Pierre Gasly, die wel op de mediums rijdt. We rijden paars, weer niet zo lekker door die chicane heen. Onze setup heeft het daar gewoon niet zo lekker mee, het ligt niet aan de auto. En we rijden naar groene 3, waardoor we in 1.18.9 rijden en 2/10 dus voor Pierre Gasly uitkomen. En weer gaat het niet zo lekker, maar we gooien er nu wat ERS tegenaan, zodat er alsnog een verbetering aankomt. En die verbetering luidt in een 1.18.7. Het is weer 2/10 er vanaf. Dus dat is op zich wel lekker. Vergeet dan vooral zeker niet op dat duimpje te klikken. Natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer als je deze content natuurlijk leuk vindt. We zagen even op de minimap een Mercedes uit de pits gaat komen. Onthoud die Mercedes. Want hier snijden wij de bocht niet zo heel erg lekker aan. Komen op de curb en spinnen ervan af. En daar komt die Mercedes aan. En die denkt van nou, dat is mooi concurrent eraf. Rij ik er even volop in, lijkt het niet mijn fout. Kijk mee vanaf het perspectief van Hamilton. Hij ziet ons liggen en hij schakelt niet terug. Hij doet geen poging om uit te wijken. Oké, zijn fout naar mijn mening. Nou, wij even overleggen met onze engineer hoe wij de kwalificatie zullen gaan aanpakken. Nou ja, de volgende aanpak was het dus niet, want deze aanpak dat raadde iedereen af. We spinnen eraf. Het is echt godzijdank dat we geen muur raken. Voorvleugel lichtelijk beschadigd door de delen die op de voorvleugel kwamen. Maar de muur is niet geraakt. Echt, jezus, wat hadden wij hier een geluk. Nou, dan gaan we onze tweede run in op een nieuw setje softbanden. Zoals we zien zitten er al aardig wat slijtagevlekken op. Nou ja, nu gaat de chicane een keer aardig, nog steeds niet goed. En dan komen we uit op een 1.16.4. 3/10 achter ja, de poltijd. Nou, dan verbeteren we weer, maar weer gaan we die chicane niet lekker door. Waardoor er echt een minimale verbetering aan zit te komen. Het was 2/10. Het gaat nu richting de 80.000ste. 84.000ste. Zijn we wel Leclerc voorbij. Maar eindigen we dan ook de kwalificatie zo. Nou, we willen nog een keer proberen aan te zetten. Fuck die slijtage. En we spinnen er opnieuw af. Weer diezelfde curbstone. Je zou denken van fouten leer je. Weer komt er een Mercedes aan. Maar dit keer kom ik niet op de baan terecht. En ja, het is gewoon, dit was gewoon slecht. De vrije training ging niet lekker. De kwalificatie draaide niet lekker. En het zal dan wel heel erg rampzalig zijn als de race ook niet lekker draait. Leclerc pakt de pole, best raar eigenlijk. Ja, het was gewoon kut. Simpelweg kut. Laten we even naar Leclerc luisteren. Nou, het weer wordt dus droog in het Barcelona, dus dat is wel fijn. We gaan naar de race, dames en heren.
that front spot. Personally speaking, I'm hoping for plenty of overtakes. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Perez, Lando Norris, the Black Mamba, Ricciardo, Sainz, Vettel, and Pierre Gasly. Stroll, Giovinazzi, Yuki Tsunoda, and Ocon. Raikkonen, Russell, Mick Schumacher, and Nicholas Latifi. Mazepin, Fernando Alonso rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Nou, Anthony Davidson, dat zullen we maar eens doen. Eerst nemen we jullie mee in de strategie soft, medium, medium. Dat moet de snelste stopstrategie worden. Nou, lampen aan, dames en heren, voor de Grand Prix van Spanje in Barcelona. We zijn daar onderweg. Lando Norris dacht aan de... Die zit aan de slaappillen, want die ligt te slapen als een pannenkoek. Zijn teamgenoot Ricciardo is ook wakker, want die is hem ook al voorbij gestoken. Ze komen nu alle twee naast mij. Ja, jongens, ik moet keuzes maken. Nou, dan dacht ik van dan raak ik jullie alle twee. Maar ja, jullie willen ernaast. Niet mijn probleem. Ja, dan kijken we een beetje mee met Bottas. Want ja, Bottas die kijkt ook toe hoe Hamilton en Perez naast elkaar zitten. Wie van de twee gaat winnen? Nou, het ziet eruit naar Hamilton. Ja, Perez had een moment. En Hamilton is daardoor een betere exit. We komen hier een klein stukje naast Valtteri. Maar hier is onze exit gewoon slecht. We glijden een beetje weg, waardoor Bottas geen problemen kent. Lando Norris dacht van, laat ik ook maar even kijken, want die heeft zijn teamgenoot weer gepakt. Maar nee, ik wilde niet afbellen. Nou, ronde 1 dus bijna voorbij. Dan rijden we dus nog steeds achter Bottas. We glijden hier weer bijna weg. Het is in de race echt gewoon overleven, lijkt het wel. Terwijl ik graag gewoon een podium weer wil halen. Leclerc 1.22.5. Hij gaat best wel lekker. Natuurlijk kon hij een beetje wegrijden door dat gevecht tussen Perez en Hamilton. Nou, wij gaan door ronde 2. Hamilton pakt de snelste raceronde met 1.19.7. Wij volgen met 1.20.0. Ja, we rijden gewoon 0.3 per rondje trager. Dat is gewoon moeilijk te accepteren, maar het zijn de feiten. Nou ja, ronde 4 dan inmiddels. Paars 1, sector 2, groen. En we halen het net 1.19.5. Rijden wij nu. Bottas, kunnen we die dan misschien inhalen? We kijken een beetje bij Bottas, hij verdedigt de lijn niet. Waardoor hij een beetje wijd schiet. Ik probeer een betere lijn te pakken. Maar Bottas heeft gewoon een goede lijn te pakken. Waardoor hij de goede exit heeft. Nou, dan kijken we in rondje 5. Kunnen we dan misschien nu Bottas inhalen? Pitwindow is open, dat houdt in dat we er voor deze ronde gaan pitten. Maar dat lukt ons gewoon simpelweg niet. Nou, dan komen we toch wel een beetje naast Bottas. Hier, daar komen we er toch wel een beetje naast. Gebruiken we wat ERS, maar ja, dat was niet per se nodig. Bottas houdt hem, maar de Finn weet de auto nog maar net te houden. En ja, hier durven wij gewoon die exit niet goed te nemen, omdat we in die vuile lucht zitten. En we gaan de pits in, en Bottas niet, dus hopelijk lukt onze undercut. Want dat was eigenlijk feitelijk niet de bedoeling, maar ja, nu kan je het ook zien als een undercut. En dat houdt in dat we sneller moeten dan degene voor ons, zodat we voor hem de pit gaat weer uitkomen. Maar dat werkt niet als je moet wachten op een AlphaTauri. Dat werkt daar niet mee. De stop 2.5 was gewoon prima. Hamilton draait de pitstraat ook uit. En die heeft daardoor niks gemerkt van onze redelijke pitstop. Want ja, dat wachten dat komt hem wel aardig goed uit. Niet dat we iets te vroeg de witte lijn passeren, dus daar krijgen we een waarschuwing voor. Ik was iets te enthousiast, maar krijg gelukkig een waarschuwing voor. Nou, kunnen we dan misschien eindelijk eens Fernando Alonso gaan inhalen? Want daar heb ik eigenlijk wel zin in. Een bad in actie gaan plegen. En ja, we hadden hier gewoon even Alonso in, joh. Dat kan allemaal. Max Verstappen-achtige tafereelen door mij. Ja, dat kan.
Alonso... Nee, Vettel is in de pitstraat. Nou, dat zijn weer gratis plekjes. Ricciardo draait in de pitstraat in. Dat houdt in dat we even ERS gebruiken. En we hier direct de remactie doen op Schumacher. Want ik weet dat het kan met een haas. En bam. Ja, dat is ook wel mijn specialiteit. Het uitremmen met die Red Bull. Dat kan ik gewoon zo goed. Dankjewel George Russell. Dan zijn we alweer bij Hamilton. Nou, dan, Hamilton snijdt niet zo door het veld als wat wij kunnen. Want we weten natuurlijk dat die Mercedes best veel last heeft van de vuile lucht. Ja, en hij komt maar niet die Kimi Raikkonen voorbij. En ik denk van ja, ik wil er ook wel graag voorbij Hamilton. Want ik kan hem wel inhalen als je het niet erg vindt. Gele vlag. Hamilton probeert het hier dan eindelijk. Lewis Hamilton naast Kimi Raikkonen. Maar Raikkonen is de oude baas. Die Hamilton niet gewonnen heeft. En waardoor wij Hamilton kunnen inhalen. En Hamilton zou wel scheldend achter zijn Formule 1 auto zitten. Want oei oei oei, wat zou die bloed. Maar ook echt bloedje ding zijn. Want ja, het is wel de concurrentie. Maar oh, wij zijn hier ook wat te enthousiast. Waardoor wij onszelf weer in de schootworp van Lewis Hamilton gooien. Maar wij hebben DRS dus geen stress. Hamilton kan dan vrij weinig. We gooien zelfs de ERS aan waardoor onze exit wat beter is. Maar slim was het niet. Er ligt een haas af. Mazepin heeft helaas de race volgens mij niet kunnen finishen. Kimi Raikkonen dan. Je zou denken van ja, jij kan hem ook niet inhalen. Nou jawel hoor, ik weet niet. Maar we hebben gewoon meer grip dan hem. Volgens mij was het Mazepin of Schumacher. In ieder geval, Raikkonen geeft niet op. Want ja, het is die Iceman. Maar oei oei oei, gele vlag. Ja, dat is nice reek. Ja, Raikkonen, ja, niet leuk. En dan proberen we hier een goede exit te krijgen. Dat lukt. En dan kunnen we er misschien hieraan voorbij bij Raikkonen. Het antwoord hierop is dit keer wel ja. Nou, dan zitten we dus nu in ronde 9. En Ocon rijdt voor ons. En daarvoor rijdt weer Lewis Hamilton zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Oké dan. Nou ja, dat motiveert op zich wel. Want Bottas snijdt er ook niet zo makkelijk doorheen. Lando Norris een undercut is ook gelukt. Want die is ook inmiddels voor ons gepit. En die rijdt voor Valtteri Bottas zelfs. Esteban Ocon, nou, die heeft niet de exit speed omdat hij gewoon op oude banden zit. En wij hier er dus aan voorbij zijn. Wij snijden onze bocht gewoon weer goed aan. En we kunnen nu jagen op Valtteri Bottas. De Finn komt er maar niet aan voorbij bij Lando Norris. En Lando Norris komt er maar niet aan voorbij bij Giovinazzi. Net nou we dat zeggen, pleegt Lando Norris een aanval. Bottas kan alleen maar toekijken. En moet zijn snelheid daaraan aanpassen. Giovinazzi verliest hem bijna. Bottas schrikt, waardoor wij ernaast komen. En Valtteri Bottas is dan ook gezien, lijkt het. Hij geeft niet echt op. Bottas zit er nog naast. Maar wij geven niet gewonnen, we geven echt minimale ruimte. En Bottas geeft op, waardoor wij nu voor hem staan. En nu ook Giovinazzi misschien kunnen gaan inhalen. Lando Norris weet direct ook een gat op te bouwen van een seconde naar Giovinazzi. Dat zegt ook maar weer hoe oud de banden van Giovinazzi zijn. We missen hier iets op schermpunt. Maar we houden de snelheid erin, waardoor Giovinazzi vrij weinig kan. Oké, dan dus op naar Lando Norris jagende op die McLaren paars in sector 2. Dus de snelste op de baan in die tweede sector. Die derde sector gaat ook wel steeds en steeds beter. We snijden hem hier gewoon perfect aan. Waardoor onze exit qua Lando Norris nog steeds niet goed is. Maar die Mercedes motor draait ook lekker hoor. We rijden nu in 1.19.2 op race pace. We gooien onze laatste vermogen ERS er een beetje uit. En proberen die weer op te sparen om een aanval te gaan plegen op Lando Norris. Want ja, die McLaren is gewoon aardig competitief aan onze auto, niet sneller. Maar op rechte stukken vind je het niet een leuke auto om achter te rijden. Maar op dit soort momenten kom je er toch naast. En ja, dan lukt het niet. Dus nou, hier probeer je het een beetje goed aan te snijden. Lando verloor een beetje de achterkant, zagen we. En hier probeer je dan jezelf weer in een goed aardig... risico te brengen. Bottas heeft het gat ook gedicht en wij kiezen ervoor om Lando uit te remmen. Lando had het zelf niet erg verwacht, wijkt een beetje uit, maar we zijn er wel aan voorbij. En Leclerc verliest hem ook bijna zeg, god de god. Leclerc verliest hem ook bijna, die had ook hartstikke 180 denk ik. En Perez er dus aan voorbij, Tsunoda en Lance Stroll rijden daar nog voor. Want Vettel heeft al gepit, wat we weten. Ronde 13 kunnen we dan misschien ook Charles Leclerc gaan inhalen? Dat is natuurlijk de vraag.
We lopen er wel wat naartoe, want die Ferrari motor, ja, dat is gewoon een drama op het rechte stuk voor hun. Ook al zonder ERS liepen we er best wel makkelijk naartoe op rechte stukken. Maar in de bochten is die Ferrari op zich wel sterk. Natuurlijk iets sterker dan die van ons. Maar ja, de Ferrari doet er zeker niet voor onder in de bochten. Maar ja, hier zien we het weer. Er komt wat van de motor aan te pas. We remmen hem wat uit en Leclerc is gezien. Dan kunnen wij dus nu op onze teamgenoot raken. Iets in gras, maar het is geen probleem. En misschien kunnen we straks in vuile lucht wel de snelste raceronde van Perez afpakken. Sonora en Lance Stroll draaien hem. De pit gaat in. En dan kunnen we jagen op Sergio Perez. En proberen het gat naar Leclerc wat te vergroten. Want die zit nu ook nog steeds in DRS afstand. En ja, ik wil niet zoveel eigenlijk meer naar achteren hoeven te kijken. Want ik wil gewoon deze Grand Prix winnen. Nou, naar achteren kijken hoeft inmiddels ook niet meer. Want het gat is geslagen. 3,5 van een seconde. Oké, ik merkte wel dat de mediums wat af waren. Zoals jullie zien glijden we nu wel heel erg in die derde sector. Dus besluit ik om naar binnen te gaan. We gaan wel iets te soft naar binnen, want ja, hier gaan we wel veel verliezen. Want de pit-ingang, ja, dat ging echt niet goed. Nou, we gooien er wat nieuwe mediums onder. En onze pitstop is dit keer wel goed, gewoon weer 2,5. Op zich een redelijke pitstop. En hier kunnen we gas geven. En zien we dat Lewis Hamilton ook de pitstraat in is gegaan. Maar dat gat is zo groot. Dat Lewis Hamilton we deze race niet meer gaan zien. We komen wel wat wijd uit. Dit helpt ook natuurlijk niet mee. Nou ja, Leclerc en zo hebben gepit. Niks aan de hand. Norris zit wel in de pitstraat. Daar moest ik wel even voor karren. We rijden wel groen-groen. Wordt dit dan misschien die snelste raceronde? Het antwoord is ja. 1.17.9. We rijden 1,1 seconde van onze tijd af met een paarse 3. Dat houdt in dat we in de race toch die 3... Sector 3 toch een manier hebben gevonden om goed te kunnen nemen. En in rondje 22 kunnen we dus gaan jagen op Perez. We zitten nu in die DRS afstand van Sergio. Mijn zakenwaarnemer die zegt altijd van Perez is het hoofddoel. Nou, laten we het eens gaan proberen. Perez, ronde 28. We zitten ernaast bij onze Mexicaanse vriend. Maar we willen niet te veel risico nemen, want we willen die 1-2 weer veilig stellen. En ojojoj, het is zeker niet makkelijk om Perez in te halen, want we zitten er gewoon weer achter. 6,9 seconden rijdt Leclerc achter ons. Nou, die geniet wel van dit gevecht, maar van Leclerc zullen we gewoon simpelweg geen last hebben. Kunnen we dan in rondje 31 misschien nog wat doen? Want ja, Sergio Perez, ja, dit wordt hem gewoon weer niet. Perez weet het gewoon voor elkaar te boksen om in die tweede sector een best wel groot gat te laten trekken. En dan komen we er gewoon simpelweg niet meer aan langs. De laatste ronde is ingegaan. Groene sector 1. Die rijden we eigenlijk altijd wel. En dan gaan 2 en 3 gewoon rood. Waardoor je die sector 1 gewoon altijd groen rijdt. Maar gewoon niet verbeterd. En ja, dat zal gewoon nu weer gaan gebeuren. Perez rijdt gewoon weer een 16e gat. Kijk, in die tweede sector neemt hij veel meer risico dan ons. En wij durven dat gewoon simpelweg niet aan. We zien wel dat we echt gewoon consistent aan het rijden zijn. 63.000ste in de tweede sector verliezen we op onze normale tweede sector. Maar het zit er gewoon niet in. Dan maar genoegen nemen met P2 en de snelste raceronde. Dan verklein je wel de schade. Want ja, Perez staat gewoon rustig even op plek 2 in het driverkampioenschap. Wij verliezen dus punten op Perez, maar die snelste raceronde is dan wel weer lekker. En we behouden onze leiding in het wereldkampioenschap. Dames en heren, wij gaan naar het podium. We zijn ook driver of the day. Dat is wel heel erg lekker meegenomen. Oh ja, ik ben natuurlijk wat vergeten. Er zit op het bepaalde stukken is opeens het geluid weg. Ik heb geen idee hoe dit kon. Dit hoorde ik ook al tijdens het editen. Maar ik kon het helaas niet fixen. Dus echt sorry daarvoor. Ik was dat vergeten te melden. Dus ja, ik kan wel nu heel leuk jullie het podium laten zien. Normaal heeft dat wel zin met geluid, maar nu niet. Dus Perez dus komt het podium op als plek 1. Hij is heel erg blij, want dit is zijn tweede overwinning van het seizoen. Hij heeft natuurlijk Imola ook gewonnen.
Ja, wij hebben natuurlijk de overwinning in Portimao en Bahrein te pakken. En ja, nu heeft Perez in Imola en Spanje. Red Bull blijft en blijft maar winnen. En lijkt onoverbrugbaar. Mercedes komt er niet aan te pas. En dat is voor Toto Wolff not done. 8,7 seconden. Mercedes op 11 seconden. Red Bull is dominant. We komen op 7 punten voor Perez. Ja, Hamilton en Bottas die moeten echt wat gaan vinden. Die moeten de lijn gaan breken van Red Bull. Want in de constructeurs komt het gat bijna op 100 punten uit. 86 punten het verschil met Mercedes. Red Bull is erg dominant. We luisteren even naar Claire. Ja, Claire die heeft wel aardige vraagjes voor ons. Mooi. Ja, alsjeblieft Claire. Mensen, we gaan de video afronden. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet daarom vast natuurlijk zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer natuurlijk. De rivaliteit met Hamilton komt nog even in beeld. Maar ik sta dat vast af. Mensen, ik zie jullie later bij de volgende video. Later mensen.